Zometeen hoor en zie je meer. Maar we beginnen met Niels uit Urk. Want daar is veel gedoe over een plan voor een windmolenpark. 93 windmolens moesten daar komen. Het grootste windmolenpark van Nederland. Daar kun je veel schone energie mee maken. Maar toch zijn veel mensen uit Urk er helemaal niet blij mee. Hier moeten ze komen. Een groep boeren heeft bedacht om rond het dorp het grootste windmolenpark van Nederland neer te zetten. Maar veel kinderen hier vinden de plannen zoals ze nu zijn niet goed. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Omdat ze erg lelijk zijn en heel groot. Ik vind het wel goed, maar eigenlijk moet je een stukje verder weg en een beetje kleiner. Ze maken heel veel herrie. Ze zijn heel erg groot. Ja, als ze komen, dan willen we wel dat ze verderop gaan staan. En dat ze wat kleiner worden. Ja, er is hier in ieder geval genoeg wind. Deze windmolens die staan nu bij Urk. Die zijn ongeveer 30 meter hoog. En dat zijn al enorme dingen. Maar deze moeten weg. En de bedenkers willen hier nieuwe neerzetten van 135 meter hoog. 4 keer zo hoog dus. En die kunnen nog veel meer stroom opwekken. Dit is Urk. En op deze getekende beelden zie je hoe dat windmolenpark eruit moet komen te zien. Er komen molens in het water te staan, maar ook op het land. Janneke Winia is woordvoerder van de bedenkers van het windmolenplan. Volgens haar zorgen al die molens straks voor heel veel stroom. Deze windmolens kunnen stroom opleveren voor zo'n 1,2 miljoen mensen. En dat is ongeveer evenveel als de bewoners van de steden Amsterdam en Utrecht. Het zal voor de tegenstanders moeilijk worden om de plannen tegen te houden. Ook de regering is namelijk voor het neerzetten van die windmolens bij Urk. De regering wil namelijk dat er meer schone energie wordt gemaakt. Dat is energie die het milieu niet vervuilt, zoals wind- en zonne-energie. Nu is maar 2% van alle energie in Nederland schoon. Over 10 jaar wil de regering dat dat 20% is, 10 keer zoveel dus. Om dat te halen zijn er dus veel windmolens nodig. Bijvoorbeeld het enorme park bij Urk. Maar een groot deel van de dorpsbewoners hoopt dat de plannen nog veranderen. En jouw vader die heeft er ook iets mee te maken, hè? Wat doet hij? Ja, hij zit in Urk Priest en die zijn er heel erg op tegen. Veel verder weg hebben we er ook minder last van. Ja, begrijpen jullie nou ook dat er wel veel mensen tegen zijn hier? Ja, dat kunnen wij ons goed voorstellen. Je zult ze vanaf deze plek zien, maar op heel veel andere plekken op Urk zul je ze niet kunnen zien. Want veel mensen zijn natuurlijk bang dat ze straks uit hun slaapkamerraam tegen een windmolen aankijken. Ja. Gebeurt dat niet? Dat hangt er even vanaf van waar ze wonen. Wonen ze midden op Urk, dan zullen ze ze niet zien. In 2012 moet de eerste windmolen er staan. Maar de tegenstanders in het dorp willen dat de plannen opnieuw worden bekeken. Daarom stappen ze naar de rechter. Op dit moment worden er ook nog allerlei onderzoeken gedaan om te kijken hoeveel overlast het windmolenpark precies kan geven.